We gaan praten over het, of we zijn al aan het praten over het bosproject met Ken Bijmer. Ken, je hebt zojuist een beetje verteld wat het bosproject inhoudt. Wat is jouw rol binnen het project? Ik doe vooral de kleuters, de jongste kinderen. Hmm. Daar doe ik sport- en spelactiviteiten mee. En dan ben ik assistentbegeleider. Ja, oké. Ik begreep van jouw verhaal. Er zijn natuurlijk wel activiteiten bijvoorbeeld van Impuls. Maar wanneer spelen die zich dan af? Dit jaar was in de eerste week van de zomervakantie de vakantiespelweek. Spelweek. Maar verder was deze vakantie waren er niet meer activiteiten van Impuls en volgens mij ook geen andere activiteiten. Nee. En jij vindt dus, en ook die sportconsulenten, dat er eigenlijk zoveel mogelijk in de vakantie spelletjes en beweging zou moeten zijn. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dan heb jij een hele mooie flyer meegenomen. Het is geen tv, dus vertel ons, wat staat erop? Ik heb heel veel foto's heb ik er opgeplakt. Heb je zelf gedaan met een van de Photoshop programma? Met de computer. Ja. En dan heb ik een link boven gezet waar de mensen kunnen tekenen voor de petitie. Mm. En die flyers die wil ik nou verspreiden bij alle basisscholen. Ja, nou zie ik bijvoorbeeld een klein autootje erop staan en daar zit een verhaal aan vast, hè? Oh ja. Dat is mijn auto geweest. Ja. En, nou niet meer? Nee. Oké, maar vertel eerst je verhaal. We gingen auto trekken met de kleuters. En dat vond ik wel leuk, want ik had een heel klein autootje. Die is makkelijk te trekken. Yeah. En de kinderen vonden dat ook erg leuk. En dat het laatste alle kinderen met z'n 13 erin proppen. Mm. Dat geeft gewoon een erg leuke foto. Ja, oké. Wat staat er nog meer op? Want ik zie allemaal enthousiaste mensen. Allemaal foto's van de activiteiten met in het midden alle begeleiders bij het busje. Ja. Ik zie bijvoorbeeld 5 mensen met allemaal wat zwart aan. Zijn dat de sportconsulenten? Dat zijn de sportconsulenten. Voor sportconsulenten. En 3 vrijwilligers. Ja. Ik ben de enige vrijwilliger in het zwart. Ja, oké. En er wordt dus uitgebreid bewogen van de leeftijd vanaf 4 tot 12? Ja. Ja, oké. Goed, we gaan het zo meteen dan hebben over jouw petitie en waar het naartoe moet. En ik zie bij jouw blaadje ook nog een heleboel op papier staan. En dan kan je vertellen wat je verder nog belangrijk vindt om te vertellen. We gaan even luisteren naar muziek. Ja.